Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in de Emmeloord. En dit is wel handig voor als je niet weet wat winkels zijn, want dan staat hier zo'n pijl bij en dan kan je hier winkels zien. En hier hadden ze ook alweer hele mooie kunstwerken op zo'n ding neergelegd. En hier hadden ze ook nog een markt, dus dan kan je ook nog bij deze kraam groenten en fruit kopen. En alle vogels hadden ook een hekel aan de phonehouse, dus dat was wel grappig. Maar er was ook een soort opticien, maar die vrouw die keek helemaal niet echt vrolijk of zo, dus dat was wel jammer. En hier hadden ze een soort pleintje waar je ijs kon eten, want er stond zo'n Italiaanse ijskoekkar. En hij mocht achterop, dus dat was wel leuk dat hij dat mocht, want hij was er heel blij mee. En hier waren allemaal mensen naar iets aan het kijken, maar ik weet niet wat het was, dus dat was wel raar. Maar toen zag ik wel dat er ineens een hele vette band was hier op dit podium. En dat was wel leuk, want toen was het ook ineens afgelopen en toen gingen mensen klappen. Maar toen, zij waren ook allebei fan. En hier kan je ook heel luxe wonen in Emmeloord, want het was helemaal nieuw. En er was ook een hele hoge toren met een klok, maar die was in het echt wel hoger dan in het filmpje. En hier was dit deel, maar het is eigenlijk het deel, dus er klopt geen zak van. En hier kan je klappen krijgen als je hier naar binnen loopt, dus dat is wel jammer. Maar hier heb je ook nog zo'n winkel, die heet Wauw Wat Mooi, maar toen ging ik kijken, toen was het ook echt heel mooi, dus dan klopte de naam wel. En hier heb je de bottom, voor als je echt het laagste van het laagste wil, dan kan je naar dit café. En hier had je de vis van Baars, dat is wel een toepasselijke naam. Maar je hebt ook nog allemaal van die gekleurde staven die uit deze rotonde komen, dus dat was ook wel mooi. En hier hadden ze vogels die een lopend buffet hadden, dus die konden hier eten. En hier hadden ze allemaal balkons met kogelgaten erin, dus volgens mij was het ook niet echt veilig om hier te wonen en dat was het. Doei!